Het is bijna 5 december en dus krijgen de buitenlandse PSV'ers Mauritsen, Mikkelsen, Scamacca en Sladinek Nederlandse les dat helemaal in het teken staat van Sinterklaas. En dat is niet voor iedereen een bekende traditie. Er gaat zeker een nieuwe wereld voor hen open. Maar ze vinden het wel leuk. Ze hebben het er altijd over, buitenlanders, Sinterklaas. Doen we nog Sinterklaas, wordt er ook al gezegd een paar weken van tevoren. Dus natuurlijk doen we Sinterklaas. Het is nieuw, dat hebben we in Denemarken niet. Maar het is natuurlijk mooi om mee te maken, om iets nieuws te proberen. Ja, ik ken niet de Sinterklaas heel goed, maar ja, wat ik vind van weet ik niet. Want normaal hebben wij niet daar in Denemarken waar ik normaal kom van. Dus dat is heel nieuw voor mij en maar wel ook een beetje spannend. Ja. Ja. Het is belangrijk, 5 december. Kijken de jongens ook naar televisieprogramma's en ze blijven er helemaal in bij. En ja, het wordt een stukje bij onze traditie. Alles lezen, ook de titel. Madrid, december 2015. Toen ik ontdekte op een zekere dag, wist ik varempel niet wat ik zag. Maar toen ik eigenlijk zag wat ik wist, had Sint al voor jouw geschenk beslist. Sint en zijn zwarte pieten. Heel goed, prima, super. Nee, was een moeilijk woordje bij, vond ik. Mijn gedachten op scherp te zetten en op jouw hobby te letten, ontstond deze gedichten transactie. En nu maar wachten, wat is jouw reactie? Zin en zijn zwarte pieten. Uitstekend hoor, super, top. Prima, mooi zo. Met zo weten te inspireren dat ik mijn portemonnee moest omkeren. Ik had geen cent meer te verteren als jij de verrassing maar kon waarderen. Sint en ik hebben je verlangens nagekozen en tenslotte die geschenk uitgekozen. Ik verwacht nu voornamelijk voldoening van je, want Sint vertrekt morgen al naar Spanje. Sint en zijn zwarte pieten. Het cadeautje was volgens mij was dat een soort van boek van, met een PSV-logo daarop. De tweede was een lekker stukje chocolade en dat is altijd leuk.